Stel je eens voor als je als vereniging geen VOG zou hebben. Als zeg maar de mensen die met de kinderen bezig zijn geen VOG zouden hebben. Waar begin je dan? Wat is je startpunt? Weet je wel? Wat is je eikpunt? Dat is heel lastig. Iedereen moet vanzelfsprekend een VOG hebben. Toen we begonnen zeg maar, in het bestuur was dat eigenlijk een van de eerste dingen die we hadden opgepakt. Door de VOG's creëer je een veilige sportomgeving. En ik denk dat dat heel belangrijk is als club, want je weet wie je binnenhaalt. Vertrouwen is heel erg belangrijk bij sport. En de VOG die helpt daar zeker aan mee. Het is eigenlijk het startpunt. De sfeer op de club is altijd echt heel open, relaxed. En ja, ik voel me eigenlijk gewoon altijd thuis hier. En daarom zou ik ook tegen iedereen willen zeggen, zorg ervoor dat je dat VOG hebt op het moment dat je met kinderen bent. Ik ben er heel trots op dat wij als vereniging er alles aan doen om veilig te kunnen sporten. Zorg ook voor een sociaal veilige en fijne sportomgeving. En ga aan de slag met de 4 V's. Nederland sport veilig! Kijk voor meer info op nocnsf.nl/nederlandsportveilig.